It's called football. It's called football. Evert, we hebben een onvervalste België-Nederland in de studio vandaag. Yes. Ik had dat wel liever op een WK gezien. Ik denk er helemaal hetzelfde over. En ik moet mij meteen ook verontschuldigen bij onze Nederlandse collega's, want ik heb vandaag de paprikanootjes ontdekt in de kast en ik moet zeggen, ik stink naar nood. Mijn excuses. Oké, we hebben vandaag twee hosts van de Nederlandse voetbalpodcast Hekkensluiters te gast. Welkom Jordi Amali en Danielle Clibon. Hey! Ja, jongens, we hebben eigenlijk al een podcast opgenomen vandaag. Ja, dus, maar we hebben niet al ons kruid verschoten. Dat hebben we speciaal vandaag bewaard. Dus we hebben er een korte versie van gemaakt. Hoe moeilijk wij dat ook altijd vinden om het binnen de tijd te doen. Maar ja, bedankt dat jullie ook bij ons even zijn aangeschoven. Geen probleem, dat was een hele kleine moeite. Oh, dat is mooi. Jordi, welkom terug. Ja. Jij waart al eens de gast bij ons. Ja, maar voor de mensen die u niet kennen, hoe zeg je begonnen met podcasts? Het podcasten, dat is in 2018 met het WK. Turkije deed niet mee, waar mijn roots liggen. Ik was samen met Peter Buurman. Nederland deed niet mee. Toen dachten wij, we gaan dat toernooi omarmen als de neutrale kijkers. En zo is die podcast geboren. En ja, dat was eigenlijk zo fijn om te doen dat sindsdien andere initiatieven ook nog zijn gestart daaruit voort. Cool. Ja. Als Nederland niet meedoet, zijn Nederlanders dan voor België? Nee. Nee? Allee, joh. Jawel, jawel. Ik was voor België toen Nederland niet meedeed. Ja, maar jij bent niet Nederland. Ik ben toch Nederlander? Ik ben geboren in Nederland, Amsterdam, AMC. Nee, ik geloof heel erg dat zeker in het verleden wel sterker was. En ik denk dat de gouden generatie heeft toch best wel wat toen afbrokkelen van de sympathie bij de Noorderburen. Dat dit pijn, dat we even beter waren. Nou, misschien wel, maar misschien vooral denk ik dat na al die eeuwen dat ze in Nederland niet gewend waren dat jullie uitspraken van we gaan iets winnen, wij zijn de beste, wij staan op nummer 1. Dat, volgens mij zit het een beetje in die hoek. We hebben ook jaren op nummer 1 gestaan, hè? Ja. Eremetaal. Ik had wel eerlijk zit verwacht. Die Turk te praten, we hebben brons, hè? Wat heeft ook, hè? Ja, Turkije. 2002, hè? Godverdomme. jullie maken nu dagelijks afleveringen van Hekkensluiters. Ja. Hoe zit het met jullie vermoeidheid? Weet ik eerlijk gezegd. Ik heb het natuurlijk, dit is denk ik het vijfde eindtoernooi wat ik doe. Dus zeg maar op dagelijkse basis. Dus dan weet je, je kan je daarop instellen. En voor mij is dit best wel een meevaller. De late wedstrijd is relatief vroeg afgelopen. Ten opzichte van als het toernooi in bijvoorbeeld in Europa is. En ja, we worden dus gevraagd om het kort te houden. Dat scheelt een beetje. Met Peter Buurman kon ik nog wel eens heel lukt lang niet vaak doorratelen. Jullie preview was 2 keer 2 uur. Ja, en dat hebben we nog snel gedaan. Ja. Ja, echt waar. Ja, maar ja, dat is het. Kijk, wij... Ik hoorde nu zeggen in de eerste preview, we moeten wel een beetje vaart maken, jongens. En ik zie ze op mijn auto gewoon nog 1:40 of zo. Ik denk, maar... Ja, maar ik vind gewoon aan het begin van zo'n toernooi, dan moet je iedereen met dezelfde interesse... En passie. Ja, behandelen. En dat is dan wat bij ons fout gaat en waarvan men denkt, poeh, maar met zo'n voorbeschouwing komen we er net mee weg. Dus volgens mij wel nog her en der een beetje een knipje gezet. Maar dat, weet je, dat toernooi, begrijpelijk, maar iedereen bij ons gaat zich focussen op Oranje. En iedereen gaat die trainingen volgen. Maar wie zijn die andere landen? En dat vinden wij leuker om voor te beschouwen. Maar het is ook zo, kijk, Jordi heeft natuurlijk vaker met een WK of een EK zo'n podcast gemaakt. En ik was helemaal, ja, excited, bal, let's go. En Jordi zei van, ja, weet je wel zeker. Het is best wel zwaar, het kost veel energie. Kijk, ik werk natuurlijk ook gewoon door de week. Ik doe ook mijn freelance werk. En ik dacht, voetbal kijken, helemaal prima. Maar het was wel zwaar. Het was pittig, man. 4 wedstrijden per dag. Je zit nog maar een halve week toernooi, hè? Ja, maar nu ben ik op het punt... Over de helft. Ja. Nu ben ik op het punt dat ik gewend ben aan die 4 wedstrijden per dag. En dan denk ik, hoezo heb ik er maar 2? Waar is de rest van de wedstrijden? Geef me meer voetbal. Dus... Jij, het ziet eruit alsof jij er beter mee omgaat op dit moment dan Evert. Ja, maar ik heb 11 uur matchen geskipt. Oh. Ik denk dat onze schminkster meent complot zit door hem altijd beter af te werken dan ik. Maar jullie zijn vandaag niet geweest, toch? Danielle, dan ben ik alleen geweest. Hoe was de autorit, Jordi? Ja,
Ik had me voorgenomen om niet hem de oren van het lijf te kletsen. Ik dacht, ik ga ook een paar stiltes laten vallen. Maar ik vind dat gewoon lastig. Ik heb gewoon veel te zeggen. En ik wil graag dat Jordi naar me luistert. En heel vaak, weet je, heel vaak luistert hij niet naar me. Hij heeft mij gemute in onze, op WhatsApp. Weet je, van, like, ik wil haar niet horen. Dus ik dacht, ja, nu heb ik in een kleine ruimte. Let's go. Ik ga alles eruit gooien. Waar komt uw passie voor voetbal? Ja, wauw, ja. Ik denk, je familie. Bent wel heel fanatiek, hè? Ja, maar het is ook familie. Ik ben Surinaams opgegroeid en een fanspolder. Je kon de arena zien van mijn slaapkamerraam. Je weet, Surinaams voetballers, Ajax gaat heel erg samen. Dan op een gegeven moment word je one of the guys. En die kijken allemaal naar voetbal. Die spelen zelf, je gaat zelf ook spelen. Het groeit. En ik had altijd al een soort van voorkeur voor Spanje. Want mijn pa ook werk deed in Spanje, dus, of in Spanje, in Frankrijk. Dus voor mij was het, oh, mijn vader is er niet, maar hij zit in Frankrijk. Dus ik ga focussen op Frankrijk. En toen vervolgens dat ik echt bewust voetbal ging volgen, werd Frankrijk kampioen. En werd ze weer kampioen. En was voor mij wel echt gewoon in steen gebeiteld. Van oké, Frankrijk is jouw team, Ajax is jouw team, let's go. Okay, cool. En het is alleen maar groter geworden. Het enige voordeel is dat ik op de terugweg niet in slaap ga vallen, zoals je hoort. We zijn hier in een speciale relatie beland. Ja. We hebben trouwens een fragmentje van Hekkensluiters, waar we het wel iets over willen hebben. Oké. Okay. Ja. Zijn fragment, toch? Grappig hoe de Belgen de Nederlanders zijn geworden door nu weer een heel totaal ander beeld te schetsen, waardoor ze weer kans maken op die wereldtitels. Dit team maakt geen enkele kans. Kijk, nee, we gaan niet zo te lang uitweiden over België. We gaan alleen nog melden dat hun shirts, zowel uit als thuis, vooral thuis, het allerlelijkste shirt van het hele WK zijn. Het is een collab die met vlammen. Vibra, toch? Oh, het monster. Is darts. Nee, het is darts. Het is echt darts, ja. Het is echt darts. Ja. Jongens, ik vind het wel heel jammer. Over die vlammen heb je gelijk. Ja, maar jullie hebben hier gewoon uitgekrit mijn liefde voor de wenkbrauwen voor Carrasco. Nee, mijn dat liefde hebben we nog voor klaar staan. Dat komt nog zelfs. Okay. Je hebt het over die shirts. Over dat rode shirt heb je gelijk. Met die vlammen is vreselijk. Ja, maar dat uitshirt kan prachtig. Op zich nog, maar het is maar ook heb je niet jullie mooi. Shirt al eens bekeken? Ik heb het hier even openstaan. Het lijkt op van die satijnen lakens waar je zo meteen afglijdt als je op je bed gaat. Oh, wow, wow. Dat was de bedoeling ook, hè? Vreselijk. Je moet zeggen wat je daarnet zei. Het lijkt op satijnen lakens uit een oerenkot. Dat zei Sam. Nee, dat zei Sam. Oh, wow, wow, wow. Dat zei Leroy. Echt waar, hè? Voor ik dat hier in een bak krijg. Ik kan ik daar niks zeggen, tegen ik ben in de arena gaan kijken naar Nederland-België. En live vond ik het wel er mooi uitzien. Maar dat als ik het zo licht, zie en op tv vind ik het wel niet maar goed. Het is gewoon een lelijk shirt. Wie heeft het aan? En is hij strak of is hij een beetje losjes? Is hij Memphis of is hij droog? Kijk, hier ligt een prachtige editie van het Nederlands helftal shirt. Het is niet ons beste, maar het is niet zo gek en bont als jullie het hebben gemaakt. Toch? Wat te zeggen. Ik vind dat Nederland vaak een mooi shirt heeft. Ook de uitshirts vind ik mooi. Die zwarte, waar zwarte, echt legendarisch. Ja. Heel mooi. Maar ook donkerblauw. Ook heel mooi. Klopt. Zie ik ook vaak bij Nederland. Het valt me mee dat we het over de shirts hebben van dat fragment. Ik wou net vragen, hoe kijken jullie vanuit Nederland naar de Rode Duivels en het WK? Ja, ik vind het wel lastig hoor, om namens heel Nederland te spreken. Zelf heb ik er uitgesproken mening over, zoals je misschien net... Ja, maar doe maar. Meekreeg. Je moet je eigen mening geven, toch? Ja. Dinhouden, zo kennen we niet, hè? Nee, oh nee, zeker niet. Maar ja, hoe denken jullie in Nederland? Dan is het net alsof... Maar ik zelf, ja, zoals ik zei, ik vond het echt een kansloze missie. Ik proefde ook aan de voorkant bij de Belgen dat er een beetje... Ja, niet het hele land stond achter de bondscoach bijvoorbeeld en de keuzes die hij maakte. Er is gewoon vergeten door te selecteren, hoe pijnlijk dat ook is. Er is te veel vastgehouden aan een aantal spelers, denk ik. En ja, het is wel gewoon een beetje geïmplodeerd vanaf de start. We kregen natuurlijk het inzoomen op incidenten op het veld. Er werd heel veel gekeken naar Kevin De Bruyne. Waarom pakt hij de ploeg niet bij de hand? En is hij juist een beetje, is hij verdwaald eigenlijk op het veld? Dus vanuit dat perspectief in zo'n voorbeschouwing, ja, het is ook wel redelijk uitgekomen, daar niet van. Maar ja, echt kansloos om een serieuze gooi te doen op dit toernooi. Vooraf al. Eerst 2 minuten analyse en dan... Het is toch ook een beetje uitgekomen. Pluimpje op de hoed. Maar het is wel fijn voor zo'n vrouw. We waren een beetje oranje. Hey, jullie hebben toch normaal altijd die ruzies en die dingen dan lekker in. Ja. Frankrijk ook. En elke naar huis gestuurd. Ik dacht, wie gaat er nu naar huis gestuurd worden bij België? Maar ze zijn niet ver genoeg gekomen. Gaan we hier elke dag ons Rode Duivels hart gewoon bloot op tafel laten vernederen? Ja. Daar worden we voor betaald. We moeten er nog even door. Je hebt helemaal gelijk gekregen. Maar zat jij er zelf anders in voor de aanvang van het toernooi? Wereldkampioen had ik volledig uitgesloten. Okay. Dus daarin moet ik je zeker gelijk geven. Ja, maar die laatste wedstrijd, de laatste 10 minuten van de laatste wedstrijd tegen Kroatië. Toen pas kwam zeg maar, het België naar voren, waar je het hele toernooi wil zien. Het België dat probeert te strijden voor elkaar, voor de coach. En nog een beetje scoren, maar it's too little too late. En het is heel jammer, maar dit is ook wel een goede kans voor jullie om door te selecteren. Want er loopt genoeg talent rond met een Belgische nationaliteit...
doorselecteren. Dat is echt het woord van de komende maand. Dat is echt waar. Transitioneren. Dennis, ik heb je nog niet welkom geheten, trouwens. Dag Sam. Welkom, Dennis. Dank u. Heb je al iets voor ons? Ik heb van alles voor jullie. Ja, jij begon zo mooi. Je begint graag al zingend aan een uitzending. Ik vind dat wel mooi, eigenlijk. Erik van Looij doet dat ook graag. Maar je verwees natuurlijk ook ergens naar wat de Amerikanen allang zeggen. Het was trouwens een slechte dag voor soccer, want de Socceroos liggen eruit. Dit was voor de match. It's called soccer. Go USA. You guys are going to do it. Ze hebben het dus duidelijk niet gedaan. Een zeer slecht filmpje. Vreselijk slecht. Daar worden we toch niet warm van als Amerikaanse voetbalsupporter. Nee. Het land van advertising. Ja. Het land van Nike. Dan vond ik dat van jullie veel straffer eigenlijk. Heb je dat gezien? Ja, met het briefje van de $1 sign met Louis van Gaal. Ja, het is echt top. We moeten het even laten zien, want het is een heel goed filmpje. We're going for the to the Netherlands. We opening up a can of whoop-ass. I guarantee the Netherlands in trouble. Here, a master plan is the only thing that counts. In Louis, we trust. Toch top. Echt mooi. En de stem die we in het begin hoorden was die van Charles Barkley, die in Inside the NBA nogal hoopvol was geweest. Maar als je dat programma volgt, als hij zegt I guarantee, dat betekent meestal dat die ploeg gaat verliezen. Dus dat is een positief voorteken voor Nederland misschien. En ik heb nog een ander filmpje van Nederland, want ook al hebben ze niet goed gespeeld, ze hebben gewonnen. En dan wordt er gevierd en de Nederlanders die zijn enthousiast onthaald in hun hotel. En Memphis Depay en Nathan Ake op kop, die vonden het nog altijd heel leuk. Logisch natuurlijk, hier de man van de match. Denzel Dumfries. Met wat extra mooie maskers bij. Maar de feestvierder van het moment is natuurlijk de toekomstige Belgische bondscoach Louis van Gaal, die daar heel mooi onthaald wordt. Nee, maar dus die... Die zijn precies wereldkampioen. Ja. Die danspasjes zijn ook gewoon zwaarder geweest dan de wedstrijd tegen Amerika voor die spelers. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, Nederland won dus 3-1 en staat nu in de kwartfinale. Maar wat dachten jullie deze morgen toen jullie de opstellingen kregen? Kijk, Jordi had het er gisteren uitgebreid over. Oké, Louis, we gaan moeten durven. We gaan het niet redden met drone op het middenveld. We moeten iets anders doen. En vervolgens kwam die opstelling die hetzelfde was als tegen Qatar. En dan voel je je hart echt in je schoenen zakken. Maar je hebt natuurlijk ook in je achterhoofd het evangelie van Louis. We geloven het woord van Louis. Hij heeft een meesterplan. We moeten vertrouwen hebben. Ja, maar dit is toch echt een saai middenveld? Het is heel saai. En het was meer zeg maar gisteren. Dat ze zitten volgens mij gelijk hoogte met Evert. Dat Amerikanen kunnen niet voetballen. Dat hebben we in de groepsfase ook gezien. Het zat ontzettend mee met de tegenstand die werd geboden. Wales wat niet thuis gaf. Iran een beetje pech. Dus ja, ik verwachtte echt dat Nederland ze omver zou blazen. En mijn kanttekening was als we dat dan weer gaan doen met Klaas en de Roon. Dan winnen we van Amerika, maar waarschijnlijk niet zo plezant om naar te kijken. En dat is ook wel een klein beetje uit. We hebben hele mooie teamgoals gezien, maar echt in dit probleem is Nederland nooit geweest. En ja, misschien is dat het grote plan. Je gaat uiteindelijk tegenstanders tegenkomen waarin dit niet meer werkt. Maar ik denk dat als iemand dat weet, is Louis van Gaal dat toch? Ja, maar het mooie is, dat zei jij twee wedstrijden geleden ook. En maar Bergwijn op de bank voor Klaassen, jongens. Bergwijn op de bank voor Klaassen. Ja. Yeah. Ja, maar ik denk meer dat Berghuis, hij was nu erg vrolijk, had een goede invalbeurt, maar die zit volgens mij het meest ongelukkig op de bank, omdat die denkt van, nou ja, kan ik hier niet wat meer aan bijdragen? Bergwijn heeft voldoende speelminuten de kans gekregen tot op heden. Memphis heeft uitgesproken dat hij graag met hem wil spelen. Ja, en Gakpo erachter. Maar hij laat helemaal niks mooier? Zien. Hij laat helemaal niks zien. Ik denk dat het nu wel klaar is met het proberen van Bergwijn. Hij speelt sowieso met zijn rug naar de goal. Hij heeft geen druk naar het doel toe. Oké, we hebben het geprobeerd. Memphis heeft het uitgesproken. Ik speel liever in een aanvalskoppel met hem. Je partner heeft het niet gedaan. Hij moet echt gaan puzzelen, want er zijn natuurlijk geen basisalternatieven in principe op de bank. Of hij moet zijn hele systeem opgooien. Luc de Jong is mee, Wout Weghorst is mee, allemaal een beetje hetzelfde profiel. Maar Luc de Jong ziet er ook niet lekker uit op de training, de beelden die we hebben gezien. Nee, maar dat zou betekenen dat het helemaal om moet. En dat zie ik niet meer gebeuren in deze Maar plaats. Het rare is dat wij ons realiseerden in de auto hier naartoe. Van oké, wat zou wel werken op het middenveld? Dat wij ons toen pas realiseerden hoe erg dit Nederlands elftal Wijnaldum mist. Naast Frenkie de Jong, die dan wel in zijn creërende rol kan komen. Maar had hij hem meegepakt? Ik denk het wel.
Ik denk het uiteindelijk. Want hij was er de laatste twee selecties niet bij. Ja, maar hij levert wel altijd voor ja, Nederlands elftal als hij niet zijn schema was gebroken. Voor Paris Saint-Germain is natuurlijk een beetje duur komen te staan. Een paar ongelukkige wedstrijden in het Nederlands elftal. Maakte die stap naar Roma om weer speelminuten te maken en zich in de kijker te spelen. Deed dat best wel goed. Kreeg toen met die ongelukkige blessure te maken. Dus ik denk dat uiteindelijk Louis van Gaal wel voor de kwaliteit had gekozen. Omdat je weet eigenlijk wel wat is het je voor Louis, denk je, dat hij naar Roma is gegaan? Louis heeft volgens mij ook wel uitgesproken van je moet spelen. Dat is toch ook de macht van een bondscoach dat wij missen. Maar ja, iemand die tegen Hazard gewoon zegt deze zomer, ja, kijk Eden, het is simpel. Als je mee wilt naar het WK, moet je weggaan. Uitleenbasis, transfer maakt niet uit, maar je moet spelen. Maar wat ik nog altijd niet goed begrijp aan wat Louis nu aan het doen is, meneer Van Gaal aan het doen is... Als je wilt dat hij de bondscoach wordt, dan moet je meneer Van Gaal zeggen. Voilà. Hij zet Klaassen en De Roon tegen eigenlijk minder voetballende tegenstanders. Terwijl tegen ploegen die misschien beter gaan zijn, ga je net die verdedigende spelers moeten zetten. Dus wanneer ga je ooit nog Berghuis, Bergwijn, Xavi Simons zetten als je ze niet zet tegen USA of Qatar? Dat snap ik gewoon niet zo goed. Nee, ik denk dat het toch ook wel in de hoek zit eigenlijk dat hij het omdraait. Een ploeg die wil spelen, dat je daar probeert de bovenhand mee te krijgen met spelers die ook zelf... Dus jij denkt tegen een topland gaat hij met betere voetballers spelen? Blijkbaar wel, want anders is dit niet te verklaren. Zou briljant zijn toch eigenlijk. Jij wilt niet voetballen, wel ik doe beter niet voetballen. Jij wilt voetballen, ik doe beter voetballen. Ja, maar je aanpassen aan dit Amerika, dat slaat anders. Dat is niet uit te leggen, toch? Ik begreep het niet, want het is net door het duel aan te gaan dat je Amerika eigenlijk nog een kans had gegeven. Door Klaassen en De Roon te zetten, gaf je Amerika een kans. Ze hebben ze totaal niet gegrepen, maar je gaf ze wel. Want in duel hadden ze wel kunnen winnen van De Roon en Klaassen. Er zijn een aantal zwakke plekken, denk ik, die zij ook zelf aanvoelen. Wat nu de goede kant op lijkt te vallen. Ake is eigenlijk vanaf het begin de enige die super stabiel speelt. Top. Timber groeit erin. Daley Blind heeft nu een stukje vertrouwen kunnen tanken. Denzel Dumfries heeft laten zien. En ik denk dat ze die zekerheid in de achterhoede, op het moment dat ze dat voelen van oké, ze zijn allemaal nu waar ze moeten zijn, dat ze dan ook wat meer risico in het spel durven te gaan leggen. En ook tegen tegenstanders is het gewoon makkelijker. Want anders loop je misschien tegen zo'n verdwaalde... Het was bijna twee minuten, Pulisic. Ja, kan. Ja. Danielle, wat vind jij van Blind op linksachter? Nou ja, ik vond het verrassend dat hij zoveel ruimte kreeg om op te komen. Dat niemand in het gat stapt. Maar ja, Amerika, zij weten blijkbaar niet wat aanvallen via de vleugels is. Ze weten ook niet wat verdedigen of vleugelen aanvallers is. Dus dat werkte heel prima. Streng, want ik heb wel genoten van Amerika. Ik vond het een leuke wedstrijd, maar ik heb dus alleen de eerste helft gezien. En de tweede helft geluisterd via de radio. Want dat vind ik ook best wel fijn. En dan krijg je natuurlijk nooit een objectief beeld van wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus voor mij was de tweede helft was Amerika dramatisch, desastreus. Maar dat zou waarschijnlijk door het commentaar zijn gekomen. Maar waar geniet je dan van, Sam? Want je kan toch, als je Amerika, als je dat leuk vindt, dan kan je beter de inzet, gaan kijken. De energie. Ja, nee, de inzet. Ik heb van die Timothy Weah wel genoten. En al die Weston McKenna met de Franse vlag in zijn haar, die dan denkt dat het staat voor de kleuren van de Amerikaanse vlag. Helemaal topgap. Love it. Ja, maar het was toch ook heel opvallend dat je dat net Serginho Dest een zwakke plek werd in dat elftal, terwijl hij meer dan ooit zou moeten weten wat het Nederlands voetbal gaat doen, hoe Nederland gaat spelen. Als je wordt weggespeeld door iemand als Daley Blind op die 2K, dan ben je toch echt slecht bezig. Maar weet je wat is? Daley Blind kon ook nu in zijn kracht worden gezet. En dat is natuurlijk vooruitspelen, het spel verdelen. Dat kon hij nu doen, omdat je ook weet dat een Ake daarachter staat. Die kan echt voor twee man verdedigen en die belooft alles. Wat jij ook zegt, Dest en de anderen die het op rechts moesten oplossen bij Amerika, echt verschrikkelijk slecht spelen. Links ook trouwens. Maar ik vond Dest aanvallend wel een goede match spelen. Verdediging was dat gewoon heel zwak. De laatste keuzes zijn heel zwak bij hem, blijf ik zeggen. Ik denk dat een beetje het voordeel was van Nederland. De voorkennis over de speler Dest en type Dest. En misschien wel toch wel het vermogen om in zo'n wedstrijd door te hebben wat de tegenstander doet. Ik denk dat ze hem echt als zwakke plek hebben betiteld. Het ultieme debakel voor een voetballand is natuurlijk op het moment dat een linksback volgeeft op een rechtsback en die maakt een doelpunt. Ja, dan gaat er wel iets mis volgens mij. Ja, vooral waarop dat die Robinson stond te verdedigen. Dus die dekt de spits en die doet dan nog tegen de centraal verdediger. Hey, de back die eigenlijk van mij is, is van jou. Is van jou nu. Mannen hadden precies nog nooit samen verdedigd. Het was echt heel bizar. Ja. Louis zegt trouwens dat Nederland niet wereldkampioen kan worden zonder Depay. Ik begin hem te geloven. Zeker. Ik dacht wel in de eerste match, ze missen hem niet echt hard. Maar... petje af voor Memphis.
Toch? Ja, maar daadwerkelijk. Zijn, in dit Nederlands elftal zitten maar een aantal spelers met exceptionele kwaliteiten. En die hebben ook allemaal, denk ik, in de aanloop van het toernooi een soort van moeilijke periode gehad. Hij zat met zijn blessure. Frenkie de Jong wil toch niet helemaal lukken in Barcelona. Allemaal dat soort. En ja, een goede Memphis is gewoon nodig. Want je maar hebt er gebeurt dat nodig. Ook iets in dat elftal als Memphis erin staat. Je ziet, de energielevels gaan omhoog. En er komt meer vertrouwen, maar ook meer creativiteit erin. Het is echt heel raar om te zien. Als de rest hem nodig heeft. Ik vind het echt zijn oranje ook. Ja. Veel harder dan ik dacht dat het was, is het echt zijn oranje. Hij is ook onderschat. Tweede all-time topschutter. Nu, vind ik ook verrassend. Tweede? Ja. 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 Nu tegenwoordig zijn er natuurlijk wel een stuk meer wedstrijden. Dus die jongens die verbreken maar hij is ook maar onder Van Gaal, in de laatste, sinds Van Gaal heeft overgenomen, heeft hij 17 interlands gespeeld. En daarin heeft hij 15 keer gescoord. Dus dat zegt wel veel over zijn belang natuurlijk. Je gebruikt ook het woord... 70? 17. Ik schrok 17. Al. 17 interlands en daarin heeft hij 15 keer gescoord. Ja. Ja, dus dat zegt wel veel over hoe belangrijk hij is in dat systeem van Van Gaal. Je gebruikt het woord exceptioneel daarnet. Hè. We hebben maar een paar spelers met exceptionele kwaliteiten. Ja, Depay tel ik daar eigenlijk niet bij. Stel je Lukaku daar wel bij? Hij is goed, maar hij is niet exceptioneel goed. Dan heb je veel matchen van Nederland gekeken? Ja, tegen ons twee keer. Ja, en nu op 2K. Ja, ik denk voornamelijk in de eerste fase, toen het echt slecht ging met Nederland zelf, toen Ronald Koeman erin stapte, toen die heeft die speelstijl omgebouwd en hem echt belangrijk gemaakt. Toen heeft hij eigenlijk het Nederlands elftal op sleeptouw genomen. Toen kwam de rest wat meer in het vertrouwen en toen was hij minder nodig. En toen werd het wel af en toe minder. Ging hij ook te veel doen, terug naar het middenveld. En exceptionele kwaliteiten, ja, het is een beetje op welk podium schets je dat. Want ik denk dat hij bij Lyon heeft laten zien dat hij echt gewoon fantastisch is. Dat hij tegen alle tegenstanders alles kan doen als hij een beetje vrij mag spelen. Het liefst vanaf de linkerkant, vind ik altijd. En een Barcelona, ja, dat is dan net ongelukkig. Maar ja, ligt dat aan hem? Ligt dat aan de keuzes die er bij Barcelona worden gemaakt? Nee, kan hij als voetballer niet meekomen bij Barcelona? Dat ligt wel aan hem. Allee, dat heeft hij bij Man United toch ook bewezen. Ja, maar Man United was te vroeg. Nee, hij is niet goed genoeg voor dat absolute niveau. Maar hij kan goed zijn in een omschakelingsploeg. Maar op dat moment van dat niveau niet. Ja, we hebben toch ook gezegd dat hij het goed gedaan heeft bij Barcelona. Dat hij gewoon genaaid is door alle beslissingen die er gebeurd zijn. Je moet alle credits geven aan Van Gaal, die in die omschakelingsploeg de paai perfect gebruikt. Maar wat had hij meer moeten doen bij Barcelona? Ja, veel dominanter zijn als aanvaller. Veel meer, ook in de combinatie. Toch niet in dat balverlies dat hij heeft in de combinatie is ongelooflijk. Ja, dat wel. De cijfers zijn altijd wel oké, maar het is het balverlies en het meevoetballen. Nee, dat is niet goed genoeg. Maar in de omschakeling wel, hè. Het is geen Lewandowski, geen Messi, daar ben ik het mee eens. Nee, maar zeker. Is wel, de categorie daaronder is hij wel zeker. Hè? Goed, we hebben een fantastische reporter in Qatar. Ik heb er vandaag weer mee mogen facetimen. We gaan eens naar kijken. Dag, Karel. Hallo. Je hebt je FIFA-t-shirt niet aan. Jawel. Ik ben net naar Amerika, Nederland gaan kijken en ik wou voor de Amerikanen wat te steunen mijn Viva Las Vegas t-shirt aandoen. Maar ik heb een nieuwe lijn, het is nu FIFA Las Vegas. Oké, hoe was het? Hoe zijn je aan tickets geraakt? Ik heb er eentje gekocht op de zwarte markt. €150 en dat is gelukt. Ik ben binnengeraakt bij Amerika tegen Holland. Maar zonder bonnetje kun je dat niet binnenbrengen, hè? Ja, maar ik schrijf er wel eentje uit, dat gaat wel lukken. Wat vond je van de match? Holland, ongelooflijk. Ik vond die niet beter als ons spelen tegen Kroatië, maar zoveel efficiënter. Ongelooflijk. Allee, ik wou vooraf wat Hollanders spreken. Ik heb er wel lang over gedaan voordat ik er een gevonden had. Klaar voor de wedstrijd? Engels. Oh, you're not from Holland? No. Where are you from? From Hooi. Zijn jullie echte Nederlanders? No, Engels. Engels? Klaar voor de wedstrijd, jongens? Engels. Oh, oké. Wat zou je ervan vinden? Moest je van Gaal onze bondscoach worden? Nou, wel, Sam, dat is nu grappig dat je dat vraagt. Want ik heb een Hollander gezocht en ik heb eens gevraagd of dat we hem eventueel mogen contacteren om bondscoach van België te worden. Louis van Gaal wordt bij ons genoemd als nieuwe bondscoach. Bij jullie? Ja. Wat succes. Mogen we hem hebben? Nee. Nee? Ja, voor mij wel. Echt? Ja, hoor, we hebben straks Ronald Koeman, dat vind ik net zo goed. Dus, na het WK mag je hem hebben. Ja. Echt? Als hij de wereldbeker gered hebt, dan mag je hem hebben, maat. Ik zat achter de Hollandse supporters. Het was wel meer sfeer dan bij België-Kroatië, moet ik zeggen. Qatar heeft zelfs een paar professionele wave-inzetters ingehuurd. Ik lieg niet. Mannen die dus gewoon proberen de wave te starten in het stadion. Je bent daar nu dag 3, Karel. Is dit nu wat je altijd al gedroomd had? Reporter ter plaatse? Jazeker, ik vind het fantastisch. Ik heb vandaag de match gezien. Ik moet wel zeggen, tijdens de wedstrijd
is het soms als reporter alleen heel hard werken. Dus ik zit de hele tijd ook beelden door te sturen, maar ik heb toch nog wat genoten van de match ondertussen. Sam, als ik mag, ik zou nog willen afronden met één prachtig beeld dat ik hier heb gezien. Als je tijdens de rust naar het toilet gaat, dan hebben ze geen nadarhekken om de mensen aan de toog en aan de toiletten te scheiden. Dus wat doen ze? Ze laten gewoon een hele hoop security mannen hand in hand een levend nadarhek vormen. One love in Qatar, het is mogelijk. Ik heb nog een vraag van Bert op Twitter. Waar blijft de foto van Karel in Qatar met een kameel, valk en goud? Ik ga binnenkort op zoek en eens wat rondlopen in Qatar Centrum en zien of ik daar een kameel, een valk en wat goud ga vinden. Oké, man. Ik hoor u morgen. Oké, top. We zien elkaar morgen. Fantastische report. Zeg weten. Voilà. Qatar Centrum. Dat is het allerbeste. Moet Louis de nieuwe bondscoach van België worden? Nee. Wat nee? Jullie hebben een Belg nodig. Waarom? Die van Twente. Doe dat. Waarom? Ja, haal hem uit zijn pensioen. Stel hem aan. Doe maar. Geloof erin. Die kan het aanvoelen. Ik bedoel, maar jij bent toch fan van Louis? Ik ben fan van Louis, maar je moet ook, zeg maar, die oude jongens moet je er nu uit gaan schoppen, hè? Ja. De gouden generatie moet opzij gezet worden. Louis heeft beslist om Andries Noppert in de goal te zetten. Dus ik denk dat hij wel de ballen heeft om te fileren. Ja, maar ik denk dat het ook lastig voor de coach wordt. En als een buitenlandse coach dat gaat doen, denk ik dat je eerder het Belgische volk tegen je krijgt wanneer je het gaat doorzetten dan wanneer je een Belgische. We gaan het meer respect hebben, denk ik. De Belgen die gaan het meer respecteren als een buitenlander. Ja, gaan we België, onze, denk, ja? Gaan onze, denk gaan, ik. Gaan we onze eigen dingen weer afschuiven op een buitenlander? We moeten het zelf in handen pakken. Het moet een Belgen doen. Kom op. We gaan toch niet weer alle verantwoordelijkheid afgeven aan een buitenlander? Hoe kan dit? Nee, dat klopt niet. Ja, maar zeg eens een naam dan. Ja, een kanshebber. Maar hij zegt Gert Verheyen. Gert Verheyen? Gertje. Dank u wel. Echt waar. Nee? Is dat gewoon onderbuikgevoel? Of? Ja, nee, ik zou het graag zien. Maar van mij geen trainer? Nee, hij is nu analist. Ja? Maar Jurgen Klopp was dat ook toen hij in het trainersvak stapte. Er zijn er nog om. Jullie hadden toch ook over Compagnie? Sorry, Daniel. Vincent Compagnie, volgens mij hebben jullie die ook al genoemd. Mag van mij. Mag van mij. Een Belg. Gewoon een Belg. Okay, jullie krijgen Koeman na Van Gaal. Ja. Hebben jullie daar zin in? Nee. Nou, die meneer zei net dat het hem niet uitmaakt omdat ze even goed waren, maar dat denk ik niet helemaal. Nee, ja, de andere coach heeft zich bewezen, maar ja, toch altijd gedurende zijn carrière. En dat is ja, iets geks, maar dat is ook gewoon betrouwbaarheid naar de mensen toe. Ik denk dat het afstraalt op je selectie, ik denk dat het afstraalt op supporters. Heeft natuurlijk een keer op clubniveau gezegd, Tabé van de een op de andere dag vertrokken, een kans die hij niet kon laten schieten. Toen Nederland echt hem nodig had, stond hij er, toen ze aan iets aan het bouwen waren. Toen kwam ineens de droom van Barcelona voorbij, was hij ineens weer footsie. Nu heeft hij de zekerheid dat hij alweer aangesteld wordt. Ja, dat soort dingen hangen erboven. Het is een goede coach die met een goede staf werkt. Hij mag wel beginnen aan de Final Four van de Nations League. Dat is wel lekker, toch? Om al daar te Ik heb ook zich raar. Ik had dan Van Gaal gewoon bijgehouden tot de finale van de Nations League. En dan verder kijken. Ja, heel raar. Gewoon oefenpotjes. Ja. In the end. Echte goed, jongens, oefenpotjes. Deel 1 zit erop, maar we zijn zo terug na de reclame. Goed, Argentinië won van Australië 2-1. Maar ik vond het weer een saaie basisopstelling van die Argentijnen. Ja, maar ik denk dat Scaloni ondertussen een beetje de rekening heeft gemaakt en zegt van zijn ploeg, ja, wij kunnen niet anders voetballen. En het zou wel kunnen kloppen. Maar zo'n selectie moet je toch echt attractiever kunnen spelen. Ja, maar de spitsen die hij geselecteerd heeft, vind ik meer passen bij een twee-spitsen-systeem bijvoorbeeld. Maar dat doet hij al niet. Lautaro dus, bedoelt je? Ja, hij onthoofd Lautaro Martinez. Daar begint het al. En dan moet hij naar een andere manier van voetballen gaan zoeken. Hij begon zoeken. Toch met twee spitsen tegen Saudi-Arabië? Ja, maar daar was hij niet tevreden van. En ik denk dat hij bang is door die verloren wedstrijd om daar naartoe terug te gaan. Ja. Maar jij zegt dat Scaloni de opstelling maakt? Oh, jij denkt Messi? Ik weet wel zeker. Ja, maar denk je dat Messi dit verkiest dan? Ja, dit is toch een soort raar. Toen Lautaro opkwam, ze klikte toch ook? Het werd toch beter? Argentinië werd toch beter in de tweede helft? Ik kan me niet voorstellen dat als dit niet zijn voorkeur heeft, dat niet besproken wordt. De selectiekeuzes, de opvatting, alles wordt toch met hem besproken. Terecht misschien, omdat hij natuurlijk een belangrijk man is. Maar ik kan me niet voorstellen dat Scaloni dit in zijn kamer bedenkt en dat Messi hier geen zin in heeft. Julian Alvarez was de laatste twee wedstrijden in de groepsfase belangrijk. Dus een basisplaats voor hem, snap ik. Verdiend. Paco Gomez werkt hard. Dirk Kuyt van Argentinië, denk en ik. Dat wil mooie vergelijking, ja. Dat is misschien inderdaad wat Messi gevraagd heeft. Hè, van oké, we gaan lager spelen en ik wil wat werkers rond mij. En vanaf dat ik de bal heb, gaan we pas beginnen voetballen. Jammer genoeg, door zo laag te beginnen,
komen ze zeer zelden in echt een mooie positie, vind ik. Ik vind het echt spijtig, want Argentinië heeft een prachtige aanvallende voetbalcultuur. Dat laat ze niet zien. Nee, ze laat het helemaal niet zien. Dat gevoel, Argentinië wou niet beter en Australië kon niet beter. Ja, klopt. Ja. Australië speelt perfect naar zijn kwaliteiten. En dat ze er nog een match van gemaakt hebben, alle credits naar hun. Als die zotte actie van die Australische Turk... Dat is beige. Oei, als dat een goal was geweest, ja, dan zaten we hier helemaal anders natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar eerste helft, daar is het prima, die Australiërs. Ja, jij was gaven echt goed tegengast. De eerste helft was pokken saai, hè? Nee, voor mij de verwachting was natuurlijk... De verwachting was, oké, Messi gaat waarschijnlijk nu in de knock-outfase ontwaken en doen waar alle Messi-fanboys op wachten. Hij heeft gescoord. Hij heeft gescoord in de knock-outfase. Van de goal bij tegen Australië. De rest ook, toch? Ja, maar de rest was hij de enige. Als nu Virgil uitvalt, wie zet je daar centraal? De Vrij? Ja! Sorry. Je mag reageren, ik schrok me kapot. Dat is wel de hoogste gil die we al gehad hebben in deze mansion. Het was echt zeg maar de eerste helft. Australië gaf tegengas. Ze zijn een paar keer in de 16 van Argentinië gekomen. Niet heel veel dreigingen, moet er ook eerlijk in zijn. Maar het was wel wederom dat Argentinië gewoon teleurstelt. En als je weet wat Argentinië heeft, zowel op de bank als op het veld staan, dan denk je, ja, dit is wat minder. Nee. Maar op Twitter hebben ze ons wel echt duidelijk gezegd dat jij een Messi-hater bent. Ja, dat is heel mooi, want volgens mij heb ik nooit gezegd dat ik ben een Messi-hater. Ik heb gewoon een irrationele afkeer van Lionel Messi. Je bent het eens met deze mensen, met Ronan Murphy, die zegt Messi heeft 1000 wedstrijden nodig gehad om eindelijk te scoren in de knock-outfase van een WK. Fraud. Maar kijk, dit is een beetje zuur. Dat is zuur. Kijk, Messi slaagt toch op niks. Ik gooi het gewoon, hè. Ja, maar we hoeven niet in een voetbalshow uit te leggen dat Messi een van de beste spelers ter wereld is. Dat hoeft niet. Ik daarentegen, ik persoonlijk, Daniel Clion, heb een irrationele afkeer van Messi. Puur omdat hij is niet de end-all, be-all. Het is niet de speler die... Ja, diep, hoor. Die alles kan maken. En het is alsof of hij schot voor zijn fanboys, waar jij er denk ik ook eentje van bent. Ja. Of je bent dan zogenaamd voor Cristiano Ronaldo. Of je bent verzuurd omdat je voor Real Madrid bent. En je kan ook gewoon genieten van het spel wat hij op de mat legt. En tegelijkertijd denken, deze man is niet iemand met wie je campagne wil drinken. Ik ben geen Messi-fan. En ik zeg wel, ja, dat is wel de GOAT. Maar moet... Ik denk niet dat je kan niet zeg maar, op zo'n manier spelers met elkaar vergelijken. Er zijn meerdere supergoeie spelers op een bepaald moment in de tijd. Kijk, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi zijn denk ik het afgelopen decennium, de afgelopen 15 jaar, zijn ze wel aan top geweest. En daaronder volgt nog een lijst van 10, 15 spelers. Daar zijn we het allemaal mee eens. Als we nu kijken, Mbappé komt eraan, Haaland is er, dat worden de nieuwe Ronaldo en de Messi's. Maar dat denk ik niet. Het respect hebben voor het spel staat los van iets vinden van een persoon. Kijk, Messi, hoe hij tegen Polen was. Als een soort klein kind met zijn handen op zijn heupen en met een pruilip, omdat het niet gaat hoe hij wil. Die temper tantrum die hij gooide toen hij stopte bij het Argentijnse elftal in 2016. Hij is niet mijn persoon, en dat is mijn mening. Maar ik kan wel waarderen hoe hij speelt. Echter moeten we ook vaststellen, jij ook, dat hij dit WK gewoon niet zijn belofte maar in kom willen. Op. Hij heeft toch twee keer de wedstrijd. Superbelangrijke goals gemaakt. Maar hij neemt het is niet, hij neemt een is natie, dit de goat, hij neemt een natie als Argentinië gewoon al jaren bij de hand. Hè. Dat is echt niet te onderschatten wat die man presteert. Wow. Maar zonder hem zouden ze waarschijnlijk zelfs in kwalificatieproblemen komen. Zouden ze nooit Copa America finale spelen. Nee, zonder hem hadden ze een elftal opgebouwd wat niet om hem draait. En maar kan functioneren zonder een Messi. Sorry, daar kwamen ze niet door de groepsfase hoor, met deze verdediging. Zonder Messi? Nee, Messi is gewoon... Ja, want Messi is degene die de verdedigende taken oppakt. Dit elftal is ingericht om Messi. En dat doet heel veel spelers, Argentijnse spelers, tekort. Vind ik. Maar kom op. Vind ik in de geschiedenis, kan dat wel Messi kloppen. Maar een platte prijs, hij heeft wel een finale en hij heeft ze nu weer hier gebracht. Ja, dat is nu is Jordi, toch echt, je bent verdacht stil. Ja, ik vind gewoon dat in deze tijd, je kan het eigenlijk niet bespreken, omdat aan beide kanten staan partijen die gewoon niet luisteren naar de argumentatie. Omdat als je mag niks zeggen dat Messi slecht doet, omdat dat kan niet, zeg maar. Dat is het niveau van dit soort gesprekken. Vind ja, maar hij is oud geworden. Hè? Hij is niet ja, maar meer de top dat Messi. Daar is hij niet meer. Maar om te zeggen dat hij niet goed is. Op een oude dag. Niemand zegt dat hij niet goed is, maar op dit toernooi speelt hij niet goed. Ja, maar op niet hoe een Messi, de GOAT, de aanvalsleider van Argentinië, hoe je verwacht dat hij gaat spelen. Tuurlijk, als je hem de ruimte geeft, is hij altijd aanwezig. Hij kan altijd gekke dingen doen zonder dat je het verwacht. Maar het is niet
de speler waarvan ik denk van... oh ja, ik zie het. Ik zie hoe jij Argentinië aan de hand neemt. En zij kan leiden naar de wereldtrofee die hier twee keer staat. Hij zal geen van ze winnen. Altijd iets voor te zeggen. Dat zou wel Messi als die Ronaldo. Er valt helemaal niks voor te zeggen. Ik wou gewoon zeggen. Messi en Ronaldo zitten in mijn inziens wel allebei het nationale elftal in de weg. Omdat ze te veel opeisen. En daar maar Ronaldo op, wel meer dan Messi. Op een bepaalde leeftijd niet meer op maar dat op is te gemakkelijk gezegd. Want zonder Messi. Maar je weet helemaal niet hoe attractief. Nog veel zwakker. En als team Argentinië voor de dag zou kunnen komen zonder Messi. We kijken nu, en voor de kijker is dat het minst interessant. Naar een gelijk opgaand duel. Een vechtduel. Tussen Argentinië en Australië, beseffen we Australië. En dat wordt dan doorbroken door individuele kwaliteit. Door een momentopname. Is dat voldoende? Met Otamendi en Depaul maar en al die mannen nooit gaan Argentinië niks halen, hoor. Die hebben Messi echt wel nodig. Hè? Molina, we weten niet back, of deze Messi, mensen nee, zouden spelen op het moment dat niet alles om Messi zou draaien bij de ploeg. En dat weten we bij Cristiano Ronaldo in Portugal ook niet helemaal. Dus we weten het niet. Mag ik nog wat olie op het vuur doen, Evert? Een lange keeper heeft die bal. Welke? Thibaut Courtois heeft die bal. Thibaut Courtois altijd. Heeft die bal. Ja, Ryan. Kijk, dat is het geniale aan Messi. Als hij berekent hoe klein Messi tegenover Thibaut Courtois staat, dan ligt hij hem anders. Dat is precies het punt wat ik wil maken. Je kan helemaal niet praten met mensen die zo... Evert, hoe was dat weer in 2014 toen Messi alleen op Courtois afging? Hoe was dat weer toen? Wat? Wie heeft er van wie gewonnen? Ja, maar dat is een andere vraag. Ik vraag, jij zei net, als Messi alleen op Courtois afgaat, dan is het goal. Ik grijp even terug naar de kwartfinale toe. Ik ben nu nog meer excited voor de kwartfinale. België. Ah, lekker. Argentinië-Nederland, dat wordt echt een waanzinnige clash. Jelle, dat is te vroeg. Geen mopjes over België, alsjeblieft. Alleen, maar nu 6 dagen rust voor Nederland-Argentinië. Vind ik lang. Ja. Dat is mooi, maar dat is wel te lang voor deze fase van de WK, vind ik. Het is raar, eens. Ja. Eens. Zeker omdat ze eerst 3 dagen rust hadden, de Argentijnen en de Australiërs, en nu opeens bijna een hele week. Van, hoe is dit berekend? Hoeveel rustdagen iedereen krijgt? Oh, jij zegt, je verwacht een clash, maar als beide partijen voor de dag komen zoals ze tot op heden voor de dag zijn gekomen, dan wordt het schaken. Schaken, ja, ik denk het ook. Ik denk dat Argentinië met een spiegelopstelling gaat beginnen. Zo'n beetje zoals ze nu vandaag in de tweede helft hebben gespeeld, ook met 3 achterin, en dan krijg je echt een schaakwedstrijd. Met Lisandro Martinez erbij? Ik denk het wel, ja. Denk ik ook. Heel kort, zien jullie het goed komen tegen Argentinië? Ja, en nog eenvoudiger dan men nu denkt. Oké. Ze zijn wel aan het feesten al daar trouwens, al lang. De Argentijnse supporters die gaan al wekenlang uit op. Die gaan al wekenlang uit op het volkslied. Ja, jij kunt nu wel zeggen dat dat volkslied is, maar dat kan ook André Hazes van Argentinië zijn. Zie je ons er al toe met de Brabantsonnen? Zo'n goede Thunderdome-versie van de Brabantsonnen, ik voel het nog niet. Als Patje Crimson een beat onder de Brabantsonnen zet, dan ben ik mee. Oké, okay, is goed. Patje, als je dit hoort, Evert wil graag een beat onder de Brabantsonnen. Dennis, nu je toch bezig bent, kunt je ons All-Star-team er even bij halen? Ja, absoluut. We zijn er al even mee bezig met ons All-Star-team natuurlijk. Het wordt gekopieerd zelfs. Ja, ik zal het even overlopen hoe het er voorlopig uitziet. We hebben in doel nog altijd Thibaut Courtois. Dan daarboven de verdediging Sandro, Gvardiol, Laporte en Hakimi. Op het middenveld Gavi en Musiala. De flanken zijn voor Mbappé en Saka. En onze spitsen zijn Embolo en Richarlison. Dus jullie mogen alle twee 1 iemand kiezen die eruit moet of die erin wil zitten. En ladies first natuurlijk. Ik wil Gvardiol omruilen met Laporte. Ja, je mag. Ja, okay, zo bedoel je omdraaien, ja. En dan wil ik Laporte eruit halen voor Ake. Oké, mooi. Ja, dat vind ik een terechte keuze. Ja, Ake mag in ons team. Ik zal ze morgen omdraaien dat ze juist zijn, inderdaad. Oké, zo stabiel. Oké. Het is echt al laat, sorry. Ja, dat is een Sam de Jonge-achtig mopje. Dat niveau. Wat is jouw keuze? Ja, gaat haten. Ik moet in principe zeggen, ik vind het een heel sterk samengesteld elftal. Er valt niet veel op aan te merken. Ik heb wel wat op tegen dat er spelers bij zitten die al het toernooi hebben verlaten wat dat betreft. Dus ik denk, ja, misschien pijnlijk, maar... Courtois eruit, Noppert erin. Ik wist het. Musiala is wel echt. Die moeten we nog even herinneren voor de aankomende jaren wat hij heeft laten zien op dit toernooi. Je bent geen fan van Courtois. Hè? Mensen die hekken sluiten. Wel van de keeper, maar niet. Het is een beetje eigenlijk. Het tegenovergestelde Messi-syndroom. Daniels Messi-verhaal. Ja, het is mee. Kijk, ik volg het natuurlijk niet de Belgische media op de voet, maar hij komt vaak naar voren in bepaalde.
interviews en... Maar wij vinden dan het leuk. Als de Rode Duivels slecht zijn, die zijn van de enigste die voor de micro durft te zeggen wij waren slecht en dat liep mis. Ja, maar het gaat mij meer om hem, zeg maar, dat hij... Iedereen weet toch dat hij een van de beste keepers ter wereld, zo niet voor een periode de beste keeper ter wereld is. En dan explodeert mijn hoofd op het moment dat je gaat zeggen ja, maar ik had een plekje hoger moeten op die ranglijst. Of dat blaadje is vergeten mij te noemen als topkeeper. Waar maak je je druk om? Maar ja, vind je dat dan niet? Vind je dat de zevende plaats op de gouden bal voor hem terecht was? Ik vond dat hij top 5 zeker moest halen. Het is een keeper. So, who cares? Ja, dus? Wie geeft er om keepers? Maar het is toch super knap. Het is toch een absoluut groot compliment dat hij bij zo'n prijs zevende als keeper. Maar dat is toch minachtend tegenover keepers? Waarom zijn keepers minder waardig dan spitsen bijvoorbeeld? Waarom zouden die niet evenveel respect verdienen en evenveel stemmen verdienen? Als die theorie opgaat, moet je eigenlijk zeggen, die mogen niet meedoen. Nee, want kijk naar de Champions League. Hij had toch die keeperstrofee gewonnen? Ja, oké, maar je praat dan bijvoorbeeld over Benzema. Die heeft de Champions League gewonnen. In de Champions League finale, Thibaut Courtois heeft die gewonnen voor Real Madrid. Niet Benzema. Ja, zonder Benzema was ze misschien niet helemaal de Champions League gewonnen. Ja, maar Courtois doorheen alle wedstrijden. Maar voor de rest ben ik het met je eens. Courtois hoor. Heeft heel het jaar Real Madrid mee recht gehouden. Jongens, we gaan het vechten houden voor dit blokje reclame. Zit jij naar ons te kijken? Dat is de kijkcijfer, hè? Nee. Dat is niet? Tilt dat? Nee. Zet ons eens af. Kun je dan niet zo naar hem zelf kijken? Ben je aan het opletten, dus dat gaat dan. Dat is om bij te leren. Zie je? Jongens, op Twitter heeft er blijkbaar iemand al een Brabantsonne doorgestuurd met een beat onder. Even naar luisteren. Lekker, man. Kom op. Dit is het Rotterdam Terror Corps. Kom, Louis. Kom maar af. Zo goed, kom op. Dan is Witzel wakker, zijn maat. Jongens, die zegt gelijk, wat is dit? Nou ja, waar ben ik beland? Ik geloof dat Louis van Gaal had laten optekenen dat in eerste instantie iemand die interesse heeft Truus van Gaal moet overtuigen. Ik denk niet dat het met deze beat... Truus, gaan we een keer bellen. Ja, dat is nodig. Dat, via die weg moet het gespeeld worden, heeft hij aangegeven. En daar is hij serieus in. We hebben nog een fragment van Hekkensluiters waar we het wel iets over willen hebben eigenlijk. Ik heb een soort van ongezonde fascinatie, obsessie, met de wenkbrauwen van Yannick Carrasco. Wenkjes on fleek? Ja, ja. En ik ben ook lichtelijk geobsedeerd door... Dit kan een beetje seksistisch overkomen, dus ik weet echt niet of ik het wil zeggen, maar... Door niet doen. De onderbroekreclame van Lukaku. Maar even, jij duikt in België, je doet je research, je weegt alle voor's en tegen's af. En dan denk jij, wenkbrauwen van Carrasco. Vind je dat leuk van Carrasco? Ik had ook van die streepjes vroeger. Dat ik zit zijde. Te kijken naar die wenkbrauwen van Carrasco, want dit is toch fucking kinderachtig. Jelle, de wenkbrauwen van Carrasco, dat ga je moeten uitleggen. Maar hij heeft echt bijzondere wenkbrauwen. Soms dan denk je dat hij ze zeg maar met zo'n touwtjes epileert. Andere keer denk ik dat hij echt plukt. Soms heeft hij streepjes erin. Hij heeft hele expressieve wenkbrauwen. Okay. En dat pakt mij gewoon van, oeh. Wat vind je van Evert zijn kapsel? De CR7, ja, dat vind ik ook wel jammer. Ik had liever Messi erin gezien. Kom ik mee op de list samen met Carrasco? Dat is je brand. Nee, kom. Hey, ja. Kom. Mijn wenkbrauwen zijn... Ze lopen wel heel mooi smal toe aan de buitenzijde. Dank u wel. Very nice. We zijn elkaar ontvinden. Ja, Jordi, jij hebt inderdaad ook van die mooie... Ja, jammer genoeg. Wat is dit? Dit is top. Ja, dat is... Van een topshon. Ja, ik begrijp niet dat je dat zo leuk vindt. Het is echt een hele slechte modetrend was dit begin jaren 2000. Ja, daar ben ik voor gevallen. Maar daarna heb ik dat echt nergens meer gezien. Prachtig. Kijk al zo naast Wesley Sonck in de spits lopen in 2003. Dat had ik met veel plezier gedaan ook. Maar dat is dus hoe Carrasco mij in 2014, 2015 volgens mij verleid. Toen hij zijn topseizoen bij Atletico Madrid had. Toen België Europees kampioen kon worden. Liep ik met mijn babyblauwe uitshirt. Mijn Carrasco op de rug. En wow. We weten allemaal hoe dat schijnt. Ja. En Danielle, je schrijft ook over voetbal. Ja. Wat? Ja, wat? Ja, boeken. Nee, voornamelijk lange essays, meestal rond de 4.000-5.000 woorden, over een socio-cultureel fenomeen wat je dan kan toepassen bij voetbal, zoals de link tussen Suriname en Ajax, maar ook hoe, ik ga het heel stom klinken, maar hoe de verbanning van Benzema uit het Franse elftal gelijkgesteld kan worden met een familievete. Dat was dan toevallig mijn familievete, maar... Ik probeer altijd verband te zoeken tussen twee dingen die niet op het eerste gezicht
iets met elkaar te maken hebben. Maar ik bedoel, voetbal is populaire cultuur, maar ook representatie van de maatschappij. Dus eigenlijk alles wat wij doen, wat wij denken, wat wij zeggen, kan op de een of andere manier teruggevonden worden in een gelaagdheid binnen het voetbal. En daar schrijf ik over. Het is een ander niveau dan Meet Mondiaal. Ieder zijn ding. Ieder zijn ding. Heb je het gevoel dat je een voorbeeld bent voor de volgende generatie als vrouw om over voetbal te praten en te schrijven? Nou ja, ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Ik hou van voetbal, ik volg voetbal. Ik ben het prototype, de beste stuurlui staan aan wal. Maar ik heb zelf geen grote voetbalervaring of sportervaring. Maar ik denk dat er ook wel ruimte moet zijn voor mensen als een Jordi, die dan echt gigantisch veel voetbalkennis heeft. En ruimte als een persoon als ik, die vanuit een ander perspectief naar voetbal kijkt, om daar ook iets over te kunnen zeggen. En ik denk dat we die schifting echt al meemaken in de sportwereld. Dat het niet alleen maakt, oké, je hebt 100 interlands achter je naam staan, je hebt 3 Olympische medailles, dus dan mag je alleen maar iets over zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen er iets over kan zeggen, want sport is iets van ons allemaal. En ik denk dat dat zeg maar het belangrijkste is. En die turn is nu... Volgens mij bedoelde hij gewoon dat er meer vrouwen over voetbal gaan praten. Ja, maar ik wil even wat verder uitleggen. Er zijn er nu niet veel. Ja, het nieuwe paradigma, daar gaan we nu naartoe. En ik denk dat een onderdeel daarvan, om antwoord te geven op je vraag, is natuurlijk ook dat vrouwen erbij komen. Maar ik denk niet zozeer dat ik een voorbeeld daarin ben. Kijk, je hebt Suze van Kleef natuurlijk nog. Je hebt Helene Hendricks. Je hebt Leone Stedtler. Er zijn meer vrouwen. Ik heb Britt Bakhuis bij 4-3-D zitten. Dus er komt wat aan. Ik bedoel, jullie hebben zelf ook jullie mid academie en dame rondlopen. We doen ons best om de volgende toch klaar te maken. Hè? Ja, maar het is toch niet gemakkelijk, het is niet gemakkelijk te vinden, hoor. Nee. Vrouwen die ook zelf zich rijp genoeg vinden om hier te komen zitten. Ja, maar dat is een groot probleem. Elke man in een kroeg die denkt dat hij over voetbal kan praten. En elke vrouw die denkt, nou ja, die van mij is niet interessant genoeg, dus ik hou het even af. Ja, maar als je dan wel doet als vrouw, dan word je gelijk neergezet als... Ze zit er omdat ze een vrouw is. Nee, precies. Nee, ja, maar dat gebeurt dat, ook vaak. Dat zie je gewoon vaak. En daardoor denken vrouwen ook heel snel van... Ik zou het wel leuk vinden, maar ik ga het niet doen. Ik heb geen zin in dat gezeik. En de traditionele redacties die zijn natuurlijk vrij snel klaar. Als ze er één hebben, denken ze ook, we hebben er één klaar. Die zijn goed. En daardoor blijven we heel lang naar dezelfde poppetjes kijken. Ik weet niet hoe het in België... Imke Courtois is volgens mij veel, maar ik weet niet of in haar navolging... Wat gekomen is. We hebben er twee heel bekende, hè? Imke Courtois en Hélène Jacques. En die komen wel heel veel op televisie. Ja. Dus die worden wel gezet. De spoeling is gewoon niet zo breed. Nee. Nog niet. Dat is ook iets wat ook tijd nodig heeft. Ik denk echt, ook geen nationaal elftal zomaar. Een paar keer als je die gesprekken hebt gevoerd, met gewoon dat je off the record leuk over voetbal aan het praten bent en dan waarop zegt van waarop schuif je niet aan, dan komt het dus echt heel vaak dat je denkt, ja, maar wie interesseert mijn mening nou? En dat knopje moet een beetje om. Dan is er waarschijnlijk meer keuze. Het is niet zo per definitie dat iedereen die thuis zit nu kan zeggen van ik ga morgen me aanmelden, ik ga over voetbal praten. Maar dan is er in ieder geval wat meer aanbod, want het is nu wel heel karig. Ja, klopt. Het zijn vooral de analisten die je noemt natuurlijk. We hebben ook vrouwelijke journalisten zoals Tess Els bijvoorbeeld, Caro Houbrechts, die ook wel hun ding kunnen zeggen over voetbal. Dus en degene maar die... Maar dat hebben wij eigenlijk niet. Vooral duidelijkheid, we wouden niet een opsomming maken om dan iemand te vergeten of zo. Het was... Ja, maar analisten is het wel echt heel, heel karig. Ik bedoel, de meesten zijn dan als tafelgast of journalist of verslaggever. Maar echt een analist, een vrouwelijke analist, dat is nog steeds zeldzaam. Maar ik denk, als het goed genoeg is, is het toch niet tegen te houden, dus komt het vanzelf. Ja. Voilà. Ik wou ook nog even zeggen, in deze studio zitten 0 caps. En dat boeit mij ook geen hol of je er hebt of niet. Dennis, heb jij geen caps? Ik heb heel veel caps in voetbalmanager. Laten we dat zeggen. Geen nationale selectie. Wat? Dennis, mooi man. De jeugd, hè? Allee. Mooi. 17, 18 was ik. Maar het is weer zaterdag. Ja. En dan moeten we naar onze vrienden van Napoleon Sports. Dat is belangrijk, hè? Want zij geven ons de kans om geld te winnen voor onze goede doelen. Zijn de Stop Darmkanker en Pleegzorg Vlaanderen. Ja, jullie hebben het heel slecht gedaan. Ja, we hebben het heel vreselijk slecht gedaan. Jullie hadden op vier matchen moeten gokken en jullie hadden 0-4. Allebei. Allebei. Dus voorlopig zitten we aan... Sorry, Pleegzorg Vlaanderen. 1300 euro in totaal. 700 voor Pleegzorg Vlaanderen, 600 voor Stichting Darmkanker. Maar jullie kunnen beter doen, dus jullie hebben opnieuw gegokt. Frankrijk tegen Polen hebben jullie allebei op Frankrijk ingezet. Engeland-Senegal allebei op Engeland. Marokko-Spanje, Sam, jij denkt dat het naar verlengingen gaat. Evert gelooft in zijn Spanje. Portugal tegen Zwitserland, Sam gelooft in verlengingen. En Evert in Zwitserland. Ja. Heel mooi. Heel jullie mooie... geloven in Engeland? Ja. Over Senegal? Ja. Y'all thinking it's coming home? Wij gaan nog sturen, denk ik.
Goed, we moeten afronden, heb ik gehoord. Er zal geen nostalgiecorner zijn, ook niet, omdat we te veel zijn uitgelopen. Ah! Dat krijg je als je 4 podcasters samenzet. Dit natuurlijk. Is een schande. Dikke merci om te komen, alleszins. Lekker vrijdag. Tot morgen. Bye.